Goedemorgen. Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Donderdagochtend, bijna 7 uur. Wauw. En ik ben beneden met Sterre. Die werd om 6 uur ongeveer wakker. Dus dikke prima, want de laatste tijd is het minimaal een half uur eerder. Benji ligt hier. Mama, ik moet mijn chocola aan nog. Benji ligt heel graag op de jas. Geef niet. Van Marco vindt hij heel lekker liggen. Dus als Marco laat de dienst heeft gehad en hem dan uitgelaten heeft. Ik heb wit, maar grijs. Bruin. We hebben chocolade-eien. Dan legt hij altijd zijn jas neer. Mila en Lauren zullen zo ook wel wakker worden. Vandaag donderdag. Ik ben nog lekker een dagje thuis vandaag. De meiden naar school. Marco heeft een late dienst. En Benji blijft een beetje last hebben van zijn luchtpijp. Ja. En dan is het weer goed. En dan, als Mila dan lief, dan mag ik het ook eten. Ja, je hebt ook al ontbeten. En je was lekker aan het puzzelen, hè? Jij was lekker aan het puzzelen. Dus we het einde nog even hier leggen? Je had al een puzzel ik af. Ik heb gelukkig met mijn chocola. Hij openmaken, maar toen was het. Kijk eens, ga je nu de volgende doen. Die. Nu zoek ik ze uit, maar gisteren deed je het helemaal zelf, hè? Helemaal. En die. Zat je ze zelf uit te zoeken. De welke pijn. En te pakken. Dat doe je echt heel knap, Ster. In te pakken. In te pakken. Goed zo. Hé, hey, en als deze online komt, dan ben jij... Niks. Ja. Lucht. Jarig. Hoe oud word jij dan? Niks. 1. Nee. 2. Ja. Nee, je bent nu 2, dus jij wordt? 4. Ja. Nee, toch zeker? Jawel. Zullen we eerst 3 worden? Hier zijn de stukjes, schat. Nee, jongen. Yes, meiden op school. En weer naar huis. Thuis even de hond opgehaald. En nu loop ik lekker buiten. Hele rode neus van de kou. Maar even lekker frisse neus. Podcast in mijn oren. En even lekker stuk lopen. Ik loop al een half uurtje. Ik loop nu richting huis. Dus dan heb ik een klein uurtje gelopen. En dan loopt hij vanmiddag gewoon weer mee. Als ik de meiden ga halen. En dan misschien vanavond nog een rondje. Maar heel even kijken hoe de dag loopt. Ondertussen is het 10:10. Ik ben even thuis geweest en nu zit ik, zoals je ziet, weer in de auto. Ik ga heel even naar de Albert Heijn, want we hebben even eieren nodig. Want online kan ik alleen maar best prijzige eieren bestellen. Want de boodschappen komen zo. En niet te goedkope. En ik moet even pasta hebben. Dat is het. En ik wil heel even langs de Action voor wat kleine dingetjes nog voor Sterre de verjaardag. En dan heb ik dat ook maar vast in huis. Dus dat ga ik eventjes doen. Yes, got it. Flinke sprong in de tijd. Het is al 2:05. Net even de stofzuiger erdoor gegooid. En het is nu bijna tijd om de meiden alweer te halen. Ik wilde eigenlijk pasta saus maken. En soep maken. En daar is niks van gekomen. Ik heb mijn nagels even bijgewerkt. Ik heb nog wat dingen besteld die we nodig hadden voor december. En eigenlijk is dat alles wat ik gedaan heb. En nu is het lekker tijd om schoentjes aan te trekken. En dan richting school rustig. Ik kan Sterre lekker steppen. De hond lekker mee. Heb je er zin in? Let's go. Mila neemt vriendinnetje mee. En ik ga plakken. Drinken. Misschien Lauren ook wel, maar dat horen we dan zometeen. 4:30 ondertussen. Hier staat een soepje klaar. En hierin een pasta saus met spinazie, tomaat, wortel, ui, knoflook.
Dat was het volgens mij. Mila en haar vriendinnetje zijn lekker boven aan het spelen. Ik denk dat Lauren mee aan het spelen is ondertussen. Vriendinnetje is hier tot een uur of 5. En ik dacht net, weet je wat ik doe? Ik loop haar gewoon even mee naar huis. Vindt ze ook gezellig. Ze mag eigenlijk alleen naar huis. Maar wij moeten de hond natuurlijk nog een keertje uitlaten. Dus ik dacht, als ik dat om 5 uur doe, houdt hij het vol tot Marco thuis is. Win-win, zorg ik wel dat mijn eten zo vast klaar is. Zodat we daarna meteen kunnen eten. En dan is dat gewoon allemaal gebeurd. Ik dacht, dat is volgens mij echt een slimme manier. En dan staat alles zo meteen klaar. Ik weet nog niet of ik pasta of soep eet vanavond. Maar dan is het in ieder geval klaar. Neem ik de soep morgen natuurlijk weer mee naar werk. Want ik lunch op werk altijd met een grote bak soep. Kunnen de kindjes ook pasta eten als ze dat liever hebben. Lauren zei al, ik wil liever pasta dan soep. En dan is er een soort keuzemenu van voedzame dingen. 5 uur en we lopen even met Benji en de meiden het vriendinnetje naar huis. Ze woont super dichtbij, hè? Ja. Dat scheelt. Benji alvast uitgelaten. Kunnen we zo lekker? Nee. Ik weet het zo. Wil jij mij dat laten zien? Ja. Ja, kijk zo. Is die echt niet heet, stel je soep? Nee. Kijk, ik ploeg het in. Is het niet heet? Ik zie de stoom eraf komen. Een heel klein beetje. Een beetje maar heet. Maar dat vind ik lekker. Oké. We zijn super unaniem vanavond. Iedereen gaat toch voor soep. Had ik niet verwacht. Ik heb het in een beker. Wow. Ik vind het bloedheet. Dacht ik al. Ik ga zo nog even douchen, mijn haar wassen. Soep eten. Het is nu 4:15. De soep bleek inderdaad nog veel te heet. Dus ik stap lekker eerst onder de douche. En daarna gaan we gewoon lekker eten. Ik heb wel al de soep in kommen gedaan. In bakjes of in bekers. Wat iedereen zelf prettig vindt. En dan eten we zo meteen als ik onder de douche vandaan kom. Zo, lekker gedoucht. Haar gewassen. Ik heb zelfs mijn kleding van morgen ook klaar liggen. We hebben pyjama-dag morgen op school. Dus super easy. Ik heb lekker mijn allerfijnste broek gewassen. Dat is dus niet deze. Maar hij ligt al beneden. Ik pak daar lekker dezelfde kleur trui bij. En dan doe ik van die fluffy sokken aan. Maar dat heb ik eigenlijk ook altijd. En neem ik gewoon lekker mijn sloffen mee in mijn tas. Dus helemaal lekker warm en gezellig. Geen idee of je het ziet, maar ik heb meteen even mijn wenkbrauwen geverfd. En dan kon ik mijn eerste kop soep lekker eten. Ik drink het eigenlijk altijd, dus drinken terwijl ik aan het wachten was. Ik moet zeggen dat ik het op de camera zo wel zie. Ik had 2 foto's gemaakt ter vergelijking. Maar het is niet heel veel donkerder, terwijl ik het wel echt veel te lang laat zitten altijd. Maar helemaal blij meer mee. En de dag is voorbij gevlogen. Dus het is alweer tijd om de vlog af te sluiten. Morgen film ik niet, want dat is een werkdag. Mila moet een keertje extra rolschaatsen om te trainen. Eten bij mijn ouders. En dan lekker naar huis toe. Lekker naar huis. Super bedankt voor het kijken. En hopelijk tot zaterdag. Doei doei!